Ik had eigenlijk al heel jong het idee dat het gewoon leuk was om te doen. En veel mensen die doen werk om geld te verdienen. En het leek mij wel leuk om gewoon als werk iets te doen wat je gewoon heel erg leuk vindt. Ik doe dat graag en ik stop daar heel veel energie en tijd in. En dan wil je dat graag laten zien. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met een voetballer die zijn kunstjes in een vol stadion wil laten zien. Zo gaat het nu ook iedere keer. Ik begin ergens en vaak weet ik dan nog niet eens of het een beeld wordt of een foto. Of dat het later weer een schilderij wordt. Of zoals in dit geval een relief waar er weer hele stukken eigenlijk uitkomen en... Nou, soms begint het zo klein en wordt het uiteindelijk 2,5 meter. Soms leuker om er een beeld van te maken. En soms is een beeld dan weer een foto geworden. En ik heb ook wel eens een foto gemaakt waar ik maar 10 seconden mee bezig was of zoiets. Maar ik ben ook wel eens met dit soort foto's ben ik dan met die hele omgeving bouwen. Ben ik dan weer 2-3 weken bezig geweest. Nou ja, en dan ga je de volgende keer natuurlijk bedenken. Kan dat weer sneller of kan dat weer anders? Ik gebruik alles wat ik maar kan vinden. Hout vind ik ontzettend mooi materiaal. Er zit heel veel leven in. Ik kan er heel makkelijk mee werken. Ik snij meestal gewoon met een heel simpel mesje. Een tijdje geleden zat ik met mijn dochter op een fiets en die zei, pap, dat kan je voor je werk gebruiken. Dat is een prachtig dak geworden. En huizen gaan eigenlijk over iets waar iedereen ter wereld mee te maken heeft. En daarmee zijn ze een soort symbool geworden voor het gevoel voor veiligheid wat mensen nodig hebben. Wat mensen altijd zoeken in hun huis. Nou, ik denk dat dit huis een beetje last heeft gehad van een orkaan. Dus vandaar dat al die poten die komen iets schuin te staan. Komt straks. Ziet het hele huis er half door midden gebroken uit. Dat is misschien nog wel het moeilijkste om het eruit te laten zien alsof het min of meer toevallig en in elkaar geflanst. Dus dit moet ik zelf met verf en met stof en met rotzooi ouder maken. En dan gooi ik er allemaal stof in de lijm en... Bij deze bijvoorbeeld wil ik heel graag dat je moet wel een beetje kunnen zien van wat er binnen gebeurt. Dat is leuk, daarom zit ook overal een raam of een deur wat op een kier staat. Dus zoals dit stuk is wel af, want daar kan je net in kijken en dan zie je mooi licht erin. En het is net donker genoeg waardoor het ook mysterieus blijft, dat vind ik leuk. En dan dit stuk waar nog geen dak op zit. Ja, dan vind ik dat je veel te duidelijk ziet van, oh, dit is een laken geweest of zo. Dat lijkt me zelf, ja, dat, zo wil ik dat niet. Het moet tegelijkertijd moet het wel dat materiaal zijn, maar het moet ook net iets anders worden. Dus het moet echt worden. Het moet daardoor een beetje raar worden, dat je niet precies weet, waar zit ik nou naar te kijken? Deze zijn dan geïnspireerd op het zuiden van de Verenigde Staten, van Amerika. Maar eigenlijk is het ook grappig om te zien dat overal ter wereld waar je komt, lijken de huizen op een huis zoals een kind ze zou tekenen. Gewoon een rechthoekig stuk met een puntdak. Als het regent word je niet nat. En daar ben je eigenlijk zo aan gewend dat je daar niet over hoeft na te denken. Maar in heel veel andere delen van de wereld is dat helaas heel anders. In Amerika, waar ik de laatste jaren veel geweest ben... Ja, daar hebben ze continu te maken met orkanen. Ik heb mensen ontmoet daar die gewoon door een orkaan hun hele huis kwijt waren geraakt. En die zijn daar weer zo aan gewend dat ze zeggen van pak maar weer wat er voorhanden is. En we timmeren het weer in elkaar, want je moet toch wat. En dat gevoel, dat moet er heel erg in zitten voor mij. Wat wij heel gewoon vinden, dat is voor niet iedereen... Zo gewoon.
Thank you.